Kinkhoest. Het is een ziekte waar kinderen tegen gevaccineerd worden. Maar het vaccin werkt pas als een kind vijf maanden is. Daarom adviseert de Gezondheidsraad nu om zwangere vrouwen te laten inenten tegen de ziekte. Zodat een baby niet vijf maanden lang het risico loopt ernstig ziek te worden. Ze was nog geen zes weken oud, baby Megan. En ze moest hoesten en hoesten. Ze krijgt helemaal paarse lipjes en oogjes die rollen alle kanten op. Dus echt het idee zeg maar alsof ze stikt. Megan blijkt kinkhoest te hebben en ze is niet de enige. Elke drie dagen belandt een kind met kinkhoest in het ziekenhuis. En hoewel het weinig voorkomt, kan een kind er zelfs aan overlijden. Ja, je wilt er alleen maar helpen, maar ja, je weet natuurlijk ook niet hoe. Dus ja, je bent zo machteloos op dat moment. Kinkhoest is een besmettelijke ziekte. Baby's worden er wel voor gevaccineerd. Maar het werkt pas volledig als een baby vijf maanden oud is. En dus wil de gezondheidsraad nu een baby al in de buik beschermen. Een zwangere vrouw zou zich moeten laten vaccineren. Ze maakt dan antistoffen aan en die geeft ze via de placenta door aan haar baby. Het zou een veilige methode zijn. In buitenlands onderzoek is daar heel nauwkeurig naar gekeken. Er zijn geen bijwerkingen gevonden bij de kinderen. En bij de moeders kan het leiden tot enige lokale reactie op de injectieplaats. Een rood plekje. Een rood plekje bijvoorbeeld, enige zwelling. Weinig bijwerkingen dus, maar zwangen horen altijd dat ze geen medicijnen moeten gebruiken. Zullen ze zich dan nu opeens massaal laten inenten? In principe zou ik dan zeggen, nou oké, okay, maar ik zou me wel willen laten informeren over wat zijn de risico's en dergelijke. Nee, bij zo'n ongeboren kindje nog inderdaad, die, toch, die die stoffen dan ook uh, in zijn lijfje krijgt, denk ik. Ja, nee, dus wij zouden het niet doen. Ook critici twijfelen aan inenting, want al eerder bleek dat prikken niet altijd zo veilig zijn als ze lijken. Het Mexicaanse griepvirus bijvoorbeeld werd ook gezegd kan, is onschadelijk. Nu blijkt dat er toch allerlei schadelijke effecten eh, op de lange termijn zijn bij baby's. Je kunt bij zwangere vrouwen niet, niet voorzichtig genoeg zijn. Gaan wij lachen. Maar bij de moeder van Megan is er geen twijfel. Zij zal zich bij een volgende zwangerschap zeker laten vaccineren. Met Megan gaat het inmiddels weer helemaal goed. En op onze site kunt u het verhaal van Katrien lezen. Zij verloor haar dochtertje Lore aan kinkhoest en doet haar verhaal om andere ouders te waarschuwen.